Vandaag ga ik voor jullie een potje op de map Nuketown spelen, omdat natuurlijk Call of Duty voor iedereen Nuketown heeft toegevoegd. Dus, heb jij nog geen Nuketown, zet dan nu eventjes je PlayStation 4 of Xbox One aan en download Nuketown nu gratis, want dat is nu te downloaden. Dus, doe dat natuurlijk. We gaan nu even een potje spelen met een 4-man party, dus let's go! Oké, we spelen dus op dit moment een potje Hardpoint op Nuketown 2065. Ik speel, zoals je ziet, met een 4-man party, omdat ik even een keer in een party wil spelen, want dat doe ik überhaupt nooit. Maar je hoort de gasten niet, zit gewoon in het potje. Maar op mijn VP heb ik staan de Grip, Extended Max en de Fast Mac Attachment natuurlijk. Ook staat de Stormcammer erop. Om dan natuurlijk gewoon bruut, maar ook echt bruut mensen neerknallen. En zoals ik in het begin al zei, is Nuketown op dit moment voor iedereen te downloaden. Dus als jij nog geen Nuketown hebt, start even je Black Ops 3 op en download de game. Of de map nu als je hem nog niet hebt. Maar we gaan best wel lekker zo te zien. Ik vind sowieso Nuketown helemaal een toffe map. Gewoon omdat het lekker klein. Er zit veel actie in. En ja, je kan daar als het moet best wel zieke, maar ook echt zieke fiets op neerzetten. Met bijvoorbeeld je streaks. Daarom heb ik op dit moment ook de lightning strike aan staan. En even kijken of we daar dus wat kills mee kunnen gaan maken. Als ik die ook op dit moment dus kan halen. Zit hier één boven. Oké, nice. We hadden per ongeluk de hardpoint. Ik zou hem ineens door had. Oké, lekker teammate. Thanks voor de assist. Oké, thanks teammate voor de killsteal. Maar ik speel dus met 3 gasten die ik ken. Namelijk Jack zit in mijn klas. Sven, die ken ik van Tobias. En Tobias, die zit ook in mijn klas. Oké, ik heb nu mijn UAV binnen. Oké, ik ben even weg hier. En dan ga ik dood. Wauw. Outgunned me met een K en Silenced. Ja, het was long range, hè. En dan kan de VMP niet heel erg goed. Oeh, die ga ik niet challengen. Die moet je niet challengen. Altijd als je al denkt van dat je het niet gaat winnen. Oeh, hier heb ik geluk. Dan moet je het niet aangaan. Maar soms kan je dat niet weten. Ik heb mijn gravity spikes. Beter spannen ze hier. Nee, dat doen ze niet. Shit, sorry. Oké. Kijk, hier wacht ik even op. Oh, 1 kill maar. Ik dacht dat ze hier allemaal spannen. Shit. Ik heb in ieder geval wel mijn UAV. Bijna mijn lightning. Nog 2 kills ongeveer. Dus eventjes hier. Machtige hokje, wacht. Er zitten nog maar 3 enemies in. Er zitten wel 6 man in, maar die zijn nog niet ingespand. Dat moeten ze even doen. Dan kunnen ze afknallen. Kom op, jongens, ey. Nope, niet dat wapen, want dat is kut. Oké, let's go, ik heb mijn lightning. 1. Ik wacht er even mee. Iemand anders een lightning. Kak! Ze kwamen achter me. Nee! Oh, shit. Ja, we gaan wel echt dit potje hard domineren. Oké, nu. 1, 2, 3. En dan ga ik weer dood. Wauw! En ik krijg waarschijnlijk geen kill van mijn lightning. Nope. Eentje. Nou, zo moet je dus niet je lightning strike inkallen. Dan weten jullie dat ook gelijk. Dan weten jullie ook gelijk dat je zo niet je lightning in moet kallen. Maar, nice. We hebben de hardpoint gescoord. Even liggen, even cover hebben. Wauw, de finesse. Oh, dat is zo'n kut wallrun, hè. Als ze daarop zitten. Jack van een rolling thunder. En zo zie je ook maar hoe sterk het is als je met gewoon een hele lobby, althans niet een full man party, maar gewoon een redelijke party Nuketown speelt, hoe erg je kan domineren. En dan communiceer ik ze nog niet eens nu met hen, hè. Dus als je bijvoorbeeld echt call-outs geeft, dan kan je gewoon echt iemand zwaar domineren. En jij bent echt een vieze flikker. Jij staat daar vies hard in je span te campen. Hij komt hier. 3, 2, 1. Yep. Zo. Staan we op de hardpoint. Oh. Hij was even hard geoutgunned door VMP, jongen. Jij ook? Kom hier. Oh, hij is one shot. Nice, we hebben hem. UAV erbij. Eternal, jongen.
Spannen ze hier? Spannen, spannen, spannen. Ah, kut! Hij wordt gekillstuwd. Ik gooi hem gewoon hier buiten neer. Waarom ga ik steeds zo als ik mijn lightning inkal? Eh, hey, we hebben wel dubbel kill, let's go. Maar ja, ik heb gewoon de lightning vloek. Blijkbaar. Oké, ze gaan sowieso hier spannen of niet. Ja, joh, ze rechts. Ik hoorde ze fucking my life. Kut. Fucking hell. Nu komen ze van elke kant om dan mijn team een beetje ver in de spanning gaan. We staan 36 om 10. Niet echt een chille score, maar ja. Laat even in de comments weten of ik gewoon vaker op Nuketown moet spelen of jullie dat leuk vinden. Gewoon Nuketown Chaos. Dikke chaos zetten op Nuketown. En mijn teammate, wat doet hij? Wow man, hij komt met een RPG of wat de fuck ook erin vliegen. Shit, motherfucker. Zoals ik hoorde heb ik een beetje last van mijn keel. Koekoe. Ah, jammer, jammer, jammer. Ik zag even die spantrap daar zo, jongen. Holy shit. Zit hier rechts, teammate. Hij zit hier rechts. Woe! Zo, toen stond hij best voor je. Oké, nieuw leiding. Nou, dan ga ik niet dood als ik hem inkom, maar ja. Oké. Nu niet dood gaan graag. En dan kill met mijn leiding? Nee, want Jack knakt met zijn raps. Fuck jou, Jack. We spelen allemaal met de Little Streak, zoals je ziet. Ja, en dan spannen ze voor me. Dit snap ik dus niet aan Nuketown. Teammates die te ver dan die spanning flikkeren. Oftewel Jack gewoon zijn raps daarin kalt. Dan spannen ze gewoon allemaal voor je terwijl je aan het reloaden bent. En dan ben je de Shaq. Maar die push je er bijna op, zoals je ziet. 192 punten al van de 250. Dus dat gaat niet lang meer duren. Nee, je had mijn line, je had mijn gravity spikes gewoon af moeten gaan. Dit is zulke tering bullshit. Wauw. Wat een bullshit was dit, zeg. Jezus Christus. Ik sprong tegen dat fucking dakje aan. Oh, yo, je hoort echt die voetstappen best wel hard. Assist, jongen. Ik dacht even dat ik die kill had. Als ik dat had geweest, had hij wel even hard geturnd geweest. Fuck my life. Echt waar. Shit, man. Dat is jammer, man. Mijn kill werkt ook niet mee. Shit. Zo. Zo. Oké, okay, wacht maar, wacht maar. Dat doen we gewoon zo. Nog 20 seconden op de hardpoint zitten. We hebben dit potje gelukkig gewonnen. En zo kan je natuurlijk ook voor de win spelen als je gewoon een beetje de teammates hebt zoals wij nu hebben. Oké, okay, ik heb nog een lightning. 1, 2, 3. Gewoon op de lightning. Of op de hardpoint, waarom niet? Nice. Nice. Ik heb nog even snel mijn raid voor de laatste paar seconden. Gewoon even voor de stats inkallen. Spannend is waarschijnlijk hier. Dat doen ze ook. Let's go. Zo, dan fijne kill. We hebben 66 kills en 15 deaths. Mijn teammates zijn ook goed gegaan. Namelijk Mutual Peach 56 om 18. Jackie is 44 om 11 gegaan. En Tobias, oftewel Mutual Pokebeat, is 30 om 15 gegaan. We hebben gewoon dik gewonnen. Dus je ziet bijna 200 punten verschil. Om precies te zijn 205 punten verschil. Mocht deze video natuurlijk leuk vonden, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. En dan zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe video om 3 uur precies. En abonneer voor meer op mijn kanaal, jongens. Zoals ik altijd zeg. Doei.